Welkom! Workshop 1, het thema overleven. Leer 2, natuur. We gaan het hebben over levenskenmerken. We gaan het hebben over ecosystemen en organisatieniveaus. En we gaan het hebben over fotosynthese en voedselketens. Overleven. Ja? Dit is de eerste workshop. Je ziet hier van mij een videostil. Hier was ik in Kinderscout. Kinderscout is een hoogveengebied wat tussen Sheffield en Manchester ligt in Engeland. En daar heb ik een video gemaakt die je kan bekijken. Wat is dat hoogveen? En naar aanleiding van dat hoogveen wil ik een aantal dingen hier even duidelijk gaan maken. Over leven. We moeten dus weten wat is leven. Ja, biologen houden zich altijd bezig met leven. Ja, en leven heeft organismen die leven, die hebben bepaalde levenskenmerken. Die heb ik hier op een rijtje gezet. Ja, in het Engels heb je een hele mooie afkorting voor. In het Nederlands is die wat minder makkelijk. Ja, die kan ik je in de les uitleggen, Mrs. Gren. Ja. Organismen die leven, die hebben levenskenmerken zoals bewegen, voortplanten, waarnemen en reageren, groeien en ontwikkelen, ademhalen, uitscheiden en voeden. Ja, als je dat allemaal kan, als je deze kenmerken bezit, dan zeggen biologen, dan leef je. Als je niet levend, betekent niet altijd dat je dood bent. Ja, een steen bijvoorbeeld, of de lucht, is niet dood, want het heeft nooit geleefd. Dat noemen we levenloos. We kunnen levend zijn, we kunnen dood zijn. Of als je dus geen organisme bent, ja, dan ben je levensloos. Levenloos. Oké. Deze levenskenmerken, ja, die vinden we in 4 rijken. Ja, organismen, die kunnen we indelen in 4 grote groepen. Die groepen die zijn planten, dieren, schimmels en bacteriën. En die hebben een aantal kenmerken. En die kenmerken kan je hier zien. Ja? En naar aanleiding van die kenmerken scheiden we sommige van de organismen in. Voor ons lijkt het misschien heel duidelijk. Is dit organisme nou een dier of is het een plant? Ja? Over het algemeen denken wij dat we dit soort zaken heel makkelijk uit elkaar kunnen houden. Maar het zijn vooral hele kleine organismen. Eencellige of tweecellige of driecellige organismen. Dus organismen die bestaan uit 1, 2 of 3 cellen. Waarbij het soms heel erg lastig is om te kijken, om te zien, ja, is dit nou een schimmel of is dit nou een plant? Is dit nou een dier of is dit nou een plant? Maar als we deze kenmerken, ja, als we die in ons hoofd hebben zitten, dan is dat een stuk makkelijker. Goed, je ziet hier onder virus staan, ja, wat natuurlijk op dit moment heel erg speelt. Ja, het COVID-19 virus, ja, die staat niet bij die 4 rijken. Virussen leven niet. Hebben ook nooit geleefd en zijn dus levenloos. Hoe kan dat dan? Nou, ze bezitten geen van deze levenskenmerken. Virussen bewegen niet. Virussen kunnen zich niet voortplanten. Ze kunnen niet waarnemen of reageren. Ze kunnen niet groeien of ontwikkelen. Ze doen niet aan ademhalen. Ze kunnen niet poepen. Ja? En ze hoeven zichzelf niet te voeden. Virussen zijn gewoon pakketjes met erfelijk materiaal. En die doen helemaal niets. Wat virussen wel kunnen, ja, is dat ze jouw eigen cellen gebruiken om al dit soort dingen te doen. Dus ze hebben hulp van een andere cel nodig. Ja, of ze hebben hulp van een cel nodig, want zij zelf zijn geen cel. Dus virussen hebben geen van deze allen, ja, en hebben geen levenskenmerken. Dus virussen, ja, die leven niet en hebben nooit geleefd en zijn dus levenloos. Oké. Terug naar mij, ja. Van vorig jaar dat ik een kinderscout was in het Hoogveen. Ja, fantastisch gebied. Ja, kijk de YouTube video als je dat wil. Een Hoogveen is een bepaald ecosysteem. En een ecosysteem is, zeg maar, biologie het meest complexe niveau. Ja, dan bekijken we een heel groot gebied. Over het algemeen een heel groot gebied zoals het Hoogveen. Of een duinlandschap. Ja, het kan ook wat kleiner zijn. Ja, je ecosysteem zou je ook kunnen zeggen, de binnenkant van je darmen. Ja, bijvoorbeeld je dikke darm. Daar leven allemaal bijzondere bacteriën die bijna nergens anders leven. Dus dat zou je kunnen zeggen, hey, dat is ook een bepaald ecosysteem. Dus een ecosysteem noemen we, ja, een soort afgescheiden omgeving waar heel veel verschillende soorten met elkaar samenleven. Ja, soorten die allemaal in verschillende rijken voorkomen. Ja, en die soorten, ja, die hebben ook weer een wisselwerking, een interactie met de niet levende natuur.
Ja, en dat alles bij elkaar, dat noemen we een ecosysteem. Die ecosystemen, die kunnen we indelen. Er zitten allemaal verschillende levensgemeenschappen in. En een levensgemeenschap, ja, is eigenlijk alles wat leeft bij elkaar. Nou, wat ik bijzonder vond in dat hoogveen, daar is een bepaalde soort. Ja, die komt daarvoor en die soort is een velduil. En die velduil is een hartstikke mooie uil. Ja, die komt daar maar weinig voor. Een van de weinige plekken waar die nog voorkomt is daar. Die heeft een hele mooie omgeving. Een short-eared owl noemen ze hem in Engeland. En in het Nederlands is dat de velduil. Nou, dat is een bepaalde soort. En die soort kunnen we onderverdelen in populaties. En populaties zijn binnen een bepaald gebied. Ja, hoeveel van die velduilen komen daarvoor? Bijvoorbeeld op die plek waar ik was, de kinderscout. Ja, daar leven een aantal uilen. Dat noemen we een populatie. Een populatie is met een chic woord ook wel eens een voortplantingsgemeenschap, wordt dat genoemd. Nou, dat kunnen we, hè, kunnen we verder inzoomen, want dat zijn we eigenlijk aan het doen. We zijn steeds kleiner aan het inzoomen, hè, van de soort velduilen, dus alle velduilen over de hele wereld. Gaan we dus kijken naar die bepaalde groep die daar voorkomt, waar ik toen met mijn vrouw was. Dan gaan we kijken naar één velduil, dat is een organisme. En die velduil, daar kunnen we verder op inzoomen. Dan kunnen we kijken naar wat voor orgaanstelsels zijn er allemaal in dat ene organisme te zien. Nou, dan pik ik er één uit, bijvoorbeeld het beenderenstelsel. Ja, dus alle botten in het lichaam van die ene velduil. En dan kunnen we kijken bijvoorbeeld naar een rib. En in een rib zit een beenweefsel. Dus dan gaan we van orgaanstelsel naar orgaan, naar weefsel terecht. Ja. In dat beenweefsel zitten beencellen. Ja, been is een ouderwets woord voor bot. Ja, dus niet je linker of je rechterbeen, maar been als een bot. En in die cel, ja, dan hebben we nog maar één cel te pakken. Kunnen we ook weer verder inzoomen om te kijken wat is daar nou allemaal te zien. Ja, dan hebben we bijvoorbeeld een celkern. En in die celkern, ja, dan gaan we naar moleculen kijken. En dan is een molecuul wat daar voorkomt, is DNA. Dat ken je vast al, heb je vast wel eens ergens gehoord. Ja, daar staat alle erfelijke informatie voor die velduil in. Nou, die velduil die leeft daar natuurlijk niet alleen. Ja, die velduil die eet ook iets. Bijvoorbeeld daar, op de kinderscout, in dat hoogveengebied, ja, eet hij het liefst de rosse woelmuis. De rosse woelmuis, ja, is een klein muisje, heel mooi beestje. En die is vaak de prooi van die velduil. Nou, die woelmuis, ja, dat is zelf ook een carnivoor. Die eet het liefst de rupsen van het groentje. En het groentje is een heel mooi groen vlindertje. Ja, vandaar de naam groentje. Dat groentje, ja, dat is een vlinder. Dus die heeft natuurlijk in zijn andere vorm, is die een rups. Ja, en als rups eet hij het liefst de bladeren van de bosbes. En die bosbes, ja, dat is een plantje, die komt daar heel veel voor. En zo hebben we dus vier organismen op een rij getekend. Dus de bosbes, bladeren van de bosbes, worden gegeten door het groentje. Het groentje, ja, wordt gegeten door de rosse woelmuis. En de rosse woelmuis is weer een prooi voor de veluil. En die vier organismen bij elkaar, dat noemen we een voedselketen. En wat nou typisch is van een complete voedselketen, is dat het onderste, dus waar de voedselketen mee begint, het onderste organisme is altijd een plant of een producent. Ja? Altijd special conditions apply, want heel erg soms is het een bacterie. Waarom is het een plant of dus een producent? Omdat die producenten die kunnen één bepaald trucje wat geen ander organisme kan. Dat proces dat heet namelijk fotosynthese. Ja. Planten, producenten, kunnen glucose maken. Ja, chemici, wat ik ben, ja, chemici noemen glucose C6H12O6. Jij kent glucose misschien als druivensuiker. Druivensuiker wordt dus gemaakt in een plant. En die plant die produceert ook zuurstof. Waar maakt die dat van? Dat maakt die van water en koolstofdioxide. Omdat er links en rechts van de pijl evenveel C'tjes, H'tjes en O'tjes moeten zijn, moeten we die reactieformule kloppend maken. Ja? En dat is die nu. Dus van 6 moleculen CO2 en 6 moleculen H2O maakt die 1 molecuul C6H12O6 en 6 moleculen zuurstof. Dus van 6 moleculen koolstofdioxide en 6 moleculen water maakt die plant glucose
en zuurstof. Die zuurstof heeft die plant niet nodig, gooit die naar buiten. Handig voor ons, ademen wij dat weer in. Ja? En, maar die glucose heeft die plant wel nodig. Daar maakt hij bijvoorbeeld bosbessen van. Of meer bosbesplant. Super handig. Dit proces heet fotosynthese. Ja? Ook weer een chic woord. Waar komt het nou vandaan? Foto is Latijn voor licht. Ja? Of Grieks, ik weet het nooit. En synthese betekent maken. Dus we maken met behulp van licht glucose, druivensuiker. Nou, hele hoop nieuwe informatie. Ik hoop dat je wat oplevert. Ja, stel mij vragen in de claimuur, in het claimuur of in de les. Ja, of doe dat hieronder in de comments. Laat iets van je horen. Heel veel succes. Goed, overleven. Ja, zoals ik al zei, ja, je zag mij net staan. Nou, je ziet mij hier staan. Bah! Ik mag deze workshop geven op dit moment. Welkom! We gaan het...